Het was even wachten, maar daar ben je dan. Ja, eindelijk. Hoe lekker is het om je debuut te maken vandaag? Heerlijk, heerlijk. Voelt heel goed. Ja, je kwam binnen, iedereen was je in één keer kwijt. Wat was er aan de hand en wat gebeurde er met jou in mentaal? Ja, ik kwam terug in een knieoperatie, zeg maar. En helaas moest ik weer terug een operatie doen. Ik moest naar Amerika en nu ben ik weer terug. Lekker, hè? Heerlijk, heerlijk. Nou, we hebben ruim 20 minuten van je mogen genieten op het veld. Wat voor type speler ben je? Ik kan mezelf niet echt omschrijven, maar ik denk dat ik gewoon heel hard werk voor het team. En ik kan wel aardig met een bal dribbelen. Nou, we houden uiteindelijk 1 punt over aan deze wedstrijd. Dus we gaan met 1 punt het jaar uit. Terecht punt. Ja, zeker. Ik denk dat we wel meer verdiend hebben. Ik denk dat we de 3 punten mee naar huis konden nemen. Alleen ja, weet je, het is jammer dat we dat niet afmaken. Maar we hebben ook niks tegengekregen, dus ik ben gewoon trots op het team, op het resultaat. Ja, je speelt toch tegen de nummer 3 vandaag. Ga je dan op een andere manier het veld op? Nee, zeker niet. Elke wedstrijd voor mij is gewoon een grote wedstrijd. Je moet altijd alles geven. En ik vind dat de teamgenoten ook dat inzien. Ze altijd gewoon 100% geven. Naar onszelf moeten kijken en niet kijken naar wie nummer 1 staat en wie nummer 3 staat. Ja, je gaf het al een beetje aan, er had misschien zelfs meer in gezeten. Hoe kijk jij vanaf de bank naar de wedstrijd? Ja, vol spanning wel eigenlijk. Je hoopt dat je teamgenoten het afmaken, ze scoren. Maar ik zie ook echt een aardige ploeg dat heel hard werkt voor elkaar en dat echt veel stappen heeft gemaakt.